Remke van Maurik, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in de Provinciale Staten. Wienpark Friesland, Wolfgen, 122 miljoen euro als provincie investeren daarin. Jim zegt als PvdA, we gaan net akkoord, dus Jim geen akkoord. Maar we hebben wel betingsten. Wat ben je betingsten? Nou, wat wel heel veel belangrijk is, dat het duidelijk wordt van waarom wij gaan participeren in het windpark. En wat we met de rendementen van het windpark doen. Dat vinden we wel heel belangrijk, dat dat ook voor de Friese bevolking duidelijk wordt. Dat is op dit moment net duidelijk genoeg? Dat vinden wij van niet. Daarom hebben we dus ook een aantal moties en amendementen ingediend om dat duidelijker te maken. En je ziet op dit ogenblik dat we op dit ogenblik ook aan het beraadslagen zijn om die duidelijkheid wel te creëren. Dan wel om afspraken te maken wanneer die duidelijkheid er wel moet komen. Want wat moet er nefens Jim gebeuren als PvdA? Nou, dat geld moet niet blijven hangen hier in dat provinciehuis. Ik vind dat dat geld zelf gewoon echt weer, dat rendement van dat geld moet echt weer in duurzame dorpen en in de compensatie van de IJsselmeer gestopt worden. En dat moet niet naar belastingverlaging toe gaan. Dat moet maar een ander potje worden gedekt als dat wenselijk wordt. Nee, je moet het echt weer aan duurzaamheid of aan die compensatie inzetten en niet aan andere middelen. Dat vinden wij als Partij van de Arbeid en daar moet je ook geen misverstanden over laten bestaan. Ben je daar wel benauwd voor dat dat gebeurt? Nou ja, benauwd. Ik vind dat de Staten gewoon zichzelf serieus moet nemen en daar gewoon een goede afspraak over moet maken. En we hebben van het college wel gehoord wat de intentie van het college is. Hè? 1/3, 1/3. Maar ja, dat is maar een intentie. Het gaat om wat de Staten zelf moeten besluiten. En dat moeten we met z'n 43, moet daar de meerderheid van ja zeggen. Dus daar zijn we mee bezig. Dat hing het dus nog even. Jo kwam ik nog wat oren zaken. Je zei van nou, er wordt dan nou wel in windenergie investeerd. Friesland heeft natuurlijk een taakstelling. Hè. Die maat 430 een hele megawatt in 2020 opwekt worden. Waar van dit park dan wel 320 een heel groot part ervan is. Maar hoe zeggen eigenlijk moeten we dat dan niet doen van zinneparken? Ja, nou ja, als je gaat kijken naar deze business case, zoals het zo mooi in Engelse term heet. Hè, deze wijze waarop zou het ook mooi zijn als het ook met zonneparken of met sociale huurwoningen zou kunnen. Ook daar zie je in feite dat we daar nog een behoorlijke rendement kunnen halen op energiebesparing of op energieopwekking. Ik weet niet precies wat de redenen zijn van waarom dat niet helemaal van de grond komt. Maar het zou heel mooi zijn als daar ook zo'n business case op te verdienen valt. Nou, de provincie heeft nog wel wat geld liggen. Ik heb zelf het bedrag van 60 miljoen genoemd. Maar er ligt nog wel meer geld bij de schatkist. Dus in principe zouden wij als provincie ook bereid moeten zijn om ook op een dergelijke wijze te participeren in ondernemingen die iets doen met zonneparken. Of die iets doen met duurzame woningen. Dat zou wel onze winst zijn. Nou, wat ik heel mooi vind van het college van deze gedeputeerden, dat is zegt van nou ja, daar ben ik toe bereid om daarover na te denken. In de discussie met GroenLinks zag je een beetje van dat het ook een beetje gaat. Ja, niet alleen bereid toe zijn, maar je moet er ook actief in zijn. Nou, ik heb het wel het gevoel dat hij actief wil worden daarop. Dus laat die voorstellen ook maar komen uit de samenleving. Ja, deputaire Sander de Rauw giet het dan om. Mocht niet eruit komen uit het giet door het rendement en werd het dan op het Nijf van Bruk door een mat, is het een goede zaak dat er 120 miljoen euro om minskipsgeld investeerd wordt in een windpark? Nou, het gaat hier in dit geval niet zozeer om de besteding, want het geld ligt gewoon op de bank nu op dit ogenblik en heeft een rendementspercentage van ongeveer 0%. Dus als je het nu laat liggen, hè, dat heeft te maken met het feit dat het uit een deelneming komt, hè, van NUON, van ons eigen energiebedrijf. Nou ja, je stopt het eigenlijk weer in een bedrijf, maar dan alleen voor wind. Dus wat dat betreft zou het mooi zijn dus dat het ook in een geld wordt besteed vanuit het NUON vermogen. Wat je niet nodig hebt op dit ogenblik, dat je dat besteedt aan een zonneparkenbedrijf of een energiezuinige woningenbedrijf of zoiets dergelijks. Yield, maatje. Precies, met geld maken. En dat levert in ieder geval meer rentepercentages op als bij de schatkist. En dat geld moet dus goed worden ingezet voor de Friese samenleving. Ja.